Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Er is behoorlijk wat militaire dreiging in de wereld in Oekraïne, Taiwan en Servië en Kosovo. Heel wat vragen voor luitenant-generaal Mark Thijs en Nederlands oud-commandant Marten Kruijf. Het is maandag 1 augustus, welkom bij Ter Zake. We beginnen vanavond in Oekraïne. Het was opnieuw een woelig weekend daar met forse bombardementen. Toch is er ook goed nieuws. Er is opnieuw een schip vol graan vertrokken uit Oekraïne. Deborah Votken. Dit is de Razoni, geladen met maar liefst 26.000 ton graan. Het eerste schip dat een Oekraïnse haven verlaat sinds Rusland die begin februari blokkeerde. Het schip kon deze ochtend de haven van Odessa verlaten. Via Istanbul zet het koers naar de haven van Tripoli in Libanon. Het vaart onder de vlag van Sierra Leone. وبعض الإصلاحات الروتينية يعني البسيطة اللي بنعملها لما بتوقف أي باخرة. 10 dagen geleden sloten Rusland en Oekraïne samen met de Verenigde Naties en Turkije een akkoord over de export van graan uit Oekraïne. Oekraïne wordt samen met Rusland de graanschuur van Europa genoemd. In de Oekraïnse haven alleen al ligt zo'n 22 miljoen ton graan opgeslagen. Er staan nog 16 schepen klaar om te vertrekken. Het is een kleine eerste stap om dreigende hongersnood en de hoge voedselprijzen enigszins een halt toe te roepen. De ogenschijnlijke détente bij de Zwarte Zee staat in schril contrast met de hevige bombardementen in de Zuid-Oekraïnse havenstad Mykolaiv. De stad telt 500.000 inwoners, waarvan de helft op de vlucht is geslagen. De burgemeester spreekt over de hevigste bombardementen sinds het begin van de oorlog. Ook de eigenaar van een groot graanbedrijf, Oleksiy Vadaturski, en zijn vrouw kwamen om het leven. Ook in Donetsk houdt het geweld aan, maar niet alle bewoners laten zich daardoor wegjagen. Когда едем за людьми в Донецкую область, в Харьковскую, у нас Херсонская область еще есть, Запорожская, мы с собой берем гуманитарные грузы, то есть еду, амуницию, форму там военным, такое. En toch is het net dat wat president Zelensky op zaterdag in een videoboodschap aan de lokale bevolking vroeg, om de regio die zwaar door de Russen wordt gebombardeerd te ontvluchten. Урядове рішення про обов'язкову евакуацію з Донецької області є. Все організовується. Повне супроводження, повна допомога. Door vernietigde gasleidingen wordt het een koude winter. Zeker kinderen moeten in veiligheid worden gebracht. Там сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати. Але це дійсно потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться приймати. Все одно, повірте мені. І чим раніше це буде зроблено, чим більше людей вийде. En we gaan erop door met een bijzondere tafel vanavond. Twee mensen met een grote militaire bagage. Marten Kruijf, oud-commandant bij de landmacht in Nederland. Goedenavond. En Mark Thijs, luitenant-generaal bij het Belgisch leger. Ook voor u. Goedenavond. Wat een weekend toch alweer, hè, Ginder. En dan die oproep tot evacuatie van Zelensky. Wat kan daarvan de bedoeling zijn? In de eerste plaats denk ik dat hij niet wil dat zijn bevolking gaat lijden onder mogelijke bezetting van de Russen. We zien in Mariupol en in Gerson hoe de Russen omgaan en hoe hard ze zijn naar de plaatselijke bevolking. Je wil natuurlijk ook dat de militairen daar ter plekke vrijheid van handelen hebben. Dus geen burgers zijn in plekken waar jij bijvoorbeeld een opstelling wilt hebben. En ik denk dat ook speelt dat je eigen mensen bij je wilt houden. Als je ze eenmaal in bezet gebied hebt, dan ben je ze eigenlijk kwijt. Terwijl je eigenlijk wil dat je eigen mensen bij jou blijven. Ja, en die evacuatie kan niet betekenen dat Zelensky daar iets van plan is en daarom die evacuatie wil. We zien in de hele breedte dat
Waar het om gaat, wat de hoofdprijs is in de gevechten de komende week en maanden, is de Donbass. Dat is de hoofdprijs. En je ziet dat Oekraïne er alles aan doet op elk gebied om te zorgen dat de delen van de Donbass die ze nog hebben, dat die behouden blijven. En Rusland zal er alles aan doen om die delen nog in te nemen. Ja, meneer Thijs, als we kijken naar de situatie daar op het terrein en ook naar die van Oekraïne, hebben ze eigenlijk nog voldoende wapens en zijn ze nog voldoende bevoorraad bij machten om die strijd te leveren? Nu, strijd leveren gaat niet enkel om materieel, het gaat ook over motivatie. Dus die hebben ze veel meer als Rusland, denk ik, als de Russische soldaten. Dus dat is allereerst al een zeer sterk punt van de Oekraïners tegenover Rusland. En ten tweede zien we het ook dat de levering van militair materieel en hoogtechnologisch militair materieel blijft lopen momenteel. Dus die ondersteuning vanuit de westerse wereld, vanuit de Verenigde Staten, de NAVO-landen, maar ook Australië en andere landen, die blijft toch komen. En als iets zo blijft doorgaan, het Westen is nog in staat om blijven te leveren. De indicatoren, wat men kan en wat men van plan is natuurlijk, die hebben wij niet onder ogen. Wij hebben geen inkijk in wat de Russische staf van plan is, nog inkijk in wat de green picture, zoals we dat noemen, wat Oekraïne, wat de mogelijkheden zijn. Dus daar hebben we weinig inkijk op. Maar we zien wel dat ze middelen krijgen nog van. Ja, schat u dat ook zo, meneer De Kruijf, dat ze voldoende bewapend zijn op dit moment? Ja, het is een logistieke oorlog geworden aan beide kanten. Ja. Heb je voldoende mensen, voldoende opgeleide mensen, voldoende materieel, voldoende munitie? Als wij in staat zijn om Oekraïne zeg maar op een gelijk niveau te brengen als het Russische leger, dan geeft de doorslag wat altijd de doorslag heeft, namelijk het leiderschap en de motivatie van de soldaat. Maar dan moet je wel de middelen hebben. Mm-hmm. Afwacht hoe dat evolueert. Intussen wordt die oorlog wel al maar gruwelijker. We gaan eens kijken. De zaak wordt nog onderzocht, maar Russische soldaten filmden hoe ze een Oekraïnse soldaat folterden. We laten een aanloop zien, niet de gruwelijke beelden zelf. Russische soldaten lijken de Oekraïnse soldaat met een breekmes te castreren. De geslachtsdelen worden weggenomen en naar het hoofd van het slachtoffer gegooid. Ja, hoe gruwelijk is dit toch wat we hier te zien krijgen? Jullie hebben al veel meegemaakt en gezien. Hoe uitzonderlijk is dit? Nou, voor mij heel uitzonderlijk. Ik heb het gezien in Kosovo en soms in Afghanistan. Maar ik dacht niet dat hier in Europa te kunnen zien. We hebben met elkaar afgesproken dat we in elk conflict tenminste de regels van medemenselijkheid zullen hanteren. Daarbovenop komt gewoon het recht, het humanitair oorlogsrecht. En je ziet dat met name de Russen eigenlijk geen boodschap hebben structureel aan het recht wat krijgsgevangenen, gewonden en burgers hebben om beschermd te worden in een conflict. En dat in onze beschaafde wereld vind ik als persoon buitengewoon schokkend. Ja, ik zie je knikken. Ja, absoluut. Uiteindelijk is het een verderzetting wat we 5 maanden geleden zagen in Butsja. Het is een verderzetting en het gevolg ook van het narratief, de boodschap die vanuit het Russische politieke wereld over de ontmenseling van het Oekraïnse volk al meer dan een jaar naar buiten gebracht wordt. Dus als het zij ontmenselijk worden, dan kom je een beetje zoals hetgeen dat we gekend hebben in nazi-tijden tegenover Joden. Mm-hmm. Je komt in dezelfde situatie uiteindelijk terecht. En dan, als die ontmenselijk te worden, dan gaan soldaten ook tot zulke dingen over. Ernstige taferelen, hoe kan die tot een rustpunt gebracht worden? Want kan bijvoorbeeld Oekraïne zeggen, we laten bepaalde delen aan Poetin, maar dat is tegelijk de boodschap geven. Ja, probeer het binnen een paar jaar nog bij een ander gebied en dan laten we dat ook aan u. Ik denk dat wat Zelensky, maar ook het Oekraïnse volk en het militaire apparaat uitstraalt, is dan wij blijven vechten, wat er ook gebeurt. Wij blijven vechten. Dus, en dat is de juiste strategie. Juist. En nou ja, dat is een keus die zij maken. Maar het is ook de enige wijze om de Russen te kunnen stoppen. Maar dat betekent wel, als de Russen ook al wat zij hebben gebruiken om die oorlog door te zetten, het recruteren van extra personeel, het inzetten van extra materieel, deze oorlog best nog eens, niet over het hele front, daar is het logistiek niet meer voor, maar in bepaalde delen best nog eens vrij lang kan duren. Ja, blijven gaan tot het einde. Dat is ook mijn overtuiging. Ik denk dat in Oekraïne weinig mensen vandaag rond de tafel willen gaan zitten. Er is te veel bloed gevloeid en misschien ook nog niet voldoende bloed gevloeid. Mm-hmm. De pijn aan beide zijden zal nog lange tijd hoog zijn. Vooraleer men echt aan tafel willen zitten. Natuurlijk, we zien de graanexporten, dat is een klein lichtpuntje. Teken van hoop, maar toch veel. Ja, maar ook, we weten ook in de akkoorden zijn ook een aantal punten ingebouwd die ook toelaten van
bepaalde partijen dat ze die kaart kunnen trekken en opnieuw mm-hmm. stil gaan leggen. Dus mm-hmm. is het opnieuw een middel dat ook gaat gebruikt worden voor onzekerheid te creëren? Nou, we zien dat met de gasinvoer, waar ze zeggen, in plaats van simpel te zeggen, we voeren geen gas meer uit, maar door de turbines kunnen we maar op 10%. Is het opnieuw creëren van onzekerheid. En dat maakt intrinsiek deel uit van de tactieken en technieken die het Russische leger, ja. vroeger het Sovjet-leger, gebruikte. Als we omgekeerd kijken naar de strategie van het Westen met die sancties. Er was de voorpublicatie van de Universiteit van Yale waaruit blijkt dat ja, de Russische economie toch bijzonder moeilijk zit. Werken die sancties? Is dat de goede manier? Kan dat een uitputtingsslag zijn? Allereerst, in het Westen willen we graag dat sancties werken zoals het licht aan en uit doen. Maar zo werkt het niet. Het heeft tijd nodig. En we zien vandaag wel dat een aantal sancties wel degelijk beginnen te werken. Hè. Als je kijkt naar de technologie, afgewerkte producten die ze nodig hebben. Als ze kleine chips uit oude bankkaarten beginnen snijden voor in nieuwe bankkaarten te zetten, dan zie je toch dat ze een aantal tekorten beginnen te krijgen. Maar verwacht niet dat van vandaag op morgen, binnen enkele weken, die sancties de Russen tot naar de onderhandelingstafel brengen. Dit is weken, maanden, misschien zelfs jaren werk. Oké, we praten dadelijk voort. Maar we gaan het nog over andere grootmachten hebben, de Amerikanen en de Chinezen. Want de Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi wil Taiwan gaan bezoeken. Het eiland ziet zichzelf als een soevereine staat, maar Peking beschouwt Taiwan als een opstandige provincie en wil het eiland weer gaan inlijven. Ze maken duidelijk dat Pelosi daar niks te zoeken heeft. Als Pelosi Taiwan bezoekt, zal Taiwan een vastberaden reactie en zinvolle tegenmaatregelen nemen om zijn eigen soevereiniteit en 至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。 Meneer De Kruijf, leg eens uit, waarom zijn de Chinezen zo allergisch aan het feit dat Pelosi naar Taiwan zou gaan? Ja, zij zien dat natuurlijk Taiwan sinds 1949 als een deel van China zelf. En met als einddoel ook dat ze Taiwan weer willen integreren in China zelf. Net als dat met Hongkong uiteindelijk hebben gedaan. Joe Biden heeft gezegd, wij, de Verenigde Staten, hechten aan het feit dat Taiwan zelf zijn keuze moet kunnen maken waar zijn toekomst ligt en zullen Taiwan ook militair ondersteunen als dat nodig is. Nancy Pelosi en haar mogelijke komst gaat precies daarover. En eigenlijk daarom wil ze gaan. Precies. En de relatie is eigenlijk ook wel met Oekraïne. Wij hebben afschrikking afgezworen de afgelopen 10 jaar... Dat het heeft Rusland de kans gegeven om te zeggen, oké, als ik wat moet doen, kan ik dat nu doen. De vraag is, hoe ga je nu met hetzelfde met China om? Ja, hoe gaan we met China om? Want meneer Thijssen, we lazen in de Amerikaanse pers ook dat de Chinezen het vliegtuig van Pelosi zouden gaan escorteren in de lucht. Hoe schat u dat allemaal in? Kan dit echt gaan escaleren? Ik persoonlijk vermoed ik niet dat het gaat escaleren. Ik denk dat technisch gezien in internationale luchtruim, mits het respecteren van bepaalde veiligheidsafstanden, dat mogelijk zou zijn. Hetgeen dat vooral van belang is, dat wij als Europeanen ook moeten beseffen dat ook onze belangen daar ook op tafel liggen natuurlijk. Als we hier in de studio alles zouden wegnemen wat uit die regio komt, of het China is, of Korea, of Japan, of Vietnam, dan zou er hier niet veel meer functioneren. Dus het is voor ons ook een essentieel veiligheidsbelang dat die aanvoerroutes en die contacten en de handel die we drijven met die regio, dat die ook blijft gedreven worden. Dus, meneer De Kruijf, tot wat acht u China in staat mocht Pelosi toch gaan naar Taiwan? Nou ja, wat mijn angst is dat zowel Poetin als Xi in China zijn presidenten die het gebruik van de militaire macht als een volstrekt legitiem en normaal middel zien om hun nationale belangen veilig te stellen. Wij in het Westen kijken er heel anders tegenaan. We doen het als laatste. Ik denk niet dat er nu, als Pelosi zou komen, dat er maatregelen komen die onomkeerbaar zijn. Eigenlijk is de vraag meer aan ons bij het Westen. Zijn wij standvastig op het moment dat China dit soort uitspraken gaat, of zijn we dat niet? U vindt dat ze absoluut moet gaan om te tonen, wij doen dit. De vraag is, als je gaat toegeven aan de dreiging van China, wat dat betekent. Ja.
hetgeen dat alle autocraten proberen te doen, zowel Poetin als Xi Jinping, is ons, zoals men dat heet, center of gravity aanvallen. En dat is onze eenheid. Mm-hmm. Dus als wij samen reageren, samen eenheid vormen, dat boezemt hem angst in. En daar zullen ze wel voor stoppen, daar zullen ze wel 2 keer nadenken. Natuurlijk, maar als men ons uit elkaar probeert te spelen, dan is het... Van Poetin had men niet ook tot op het einde op verschillende plaatsen niet verwacht. Er waren ook wat economische argumenten die daarvoor werden ingeroepen. Maar jullie zijn er eigenlijk gerust in dat die situatie met China beter onder controle zal zijn. Nou ja, als je het andersom bekijkt, wij hebben afschrikking ten opzichte van Poetin afgezworen. Het feit van die foute inschatting, die prijs wordt nu betaald door het Oekraïense volk. He, dus je moet echt geloven in afschrikking, wat onze westerse wereld 70 jaar veilig heeft gehouden. Ik denk dat het opzicht van China ook zo geldt. En China is er ook bij gebaat om een vrije en open wereldhandel te houden. Want dat is wel de grondslag voor de groei van China. Want hoe kunnen we die persoonlijkheden van Xi Jinping en Poetin vergelijken? In welke mate zijn dat? Ze hebben alle twee een afkeer van die westerse dominantie. In welke mate kunnen we die twee persoonlijkheden vergelijken? Ik heb niet persoonlijk hun cv gelezen, nee. Maar wat wel duidelijk is, is dat waarom zouden ze het in de oorlog trekken, waarom zouden ze de oorlog verklaren, is dat omdat ze denken dat ze kunnen winnen. Dat is de enige verklaring. Dus waarom heb je dan een defensieapparaat nodig en alle machtsinstrumenten van een staat, of ze economisch zijn, militair of diplomatisch of informationeel, is juist om ze te ontmoedigen om zulke een oorlog te starten. Daarom heeft een defensieapparaat, as such, heeft altijd 2 rollen. Allereerst het preventieve. De potentiële tegenstander overtuigen, begin er niet aan, want het zal slecht aflopen. En als hij eraan begint, dat is dan de verzekering. Zien dat het juist afloopt en dat ons belang wint. Ja, oké. Okay. Benieuwd hoe dat gaat voortgaan. Ik wil nog 1 zaak aan jullie voorleggen. De spanningen rond Servië en Kosovo. Jullie zijn alle 2 in het gebied geweest. We gaan dadelijk kijken naar een reportage daarover. Maar ja, hoe kijken jullie naar wat er daar gebeurt? Mijn periode was 20 jaar geleden. Tijdens de laatste rellen in maart 2004. De mensen die in de Balkan leven en ook Slavische volkeren kennen heel goed hun geschiedenis. Dus veel beter als wij West-Europeanen. Waarmee je wil zeggen? Dus zij kunnen 1000 jaar teruggaan en weten wat er gebeurd is. Mm-hmm. Wij hebben daar iets meer moeite mee. Ja, wat mij als jong officier schokte toen ik daar was, is de enorme haat die onder een klein laagje van vernis ligt. En je hoeft er even aan te krabben. En die haat komt boven. Die daar leeft, en ik denk dat Rusland, om daarop terug te komen, er ook bij gebaat is om via Servië zoveel mogelijk onrust op de Balkan te gaan stoken. Dat is ook een strategisch belang. Dus het probleem van de nummerplaten en de reisdocumenten. Kosovo heeft nu al... En ik denk dat daar ook wel heel wat diplomatiek overleg is. De beslissing al uitgesteld tot 1 september, zodat er een beetje olie op de golf gekomen is. Maar wat rust daar. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk het is een deel van de proxy war die we ook vinden in Afrika, die we ook vinden hier in Europa, die we ook gaan vinden ergens in Azië, die momenteel gevoerd wordt tussen de grootmachten. Oké, ik wil jullie danken voor jullie komst en duiding hier vanavond in onze studio. Dank u wel. En we gaan nu kijken naar het reportage van Bram van den Putten over de oplopende spanningen in de Balkan. Luchtalarm. Gisteren in het noorden van Kosovo aan de grens met Servië. Volgens Servisch gezinde media is er zelfs sprake van een vuurgevecht. Heel even hoogspanning in de Balkan, het kruidvat van Europa. Het Servische leger zou aan de grens met Kosovo staan. De speciale politie-eenheden van de Kosovaarse politie, die zouden gebieden in dat noorden van Kosovo willen afsluiten. Er zou geschoten zijn. Er zouden allerlei berichten, geruchten en halfware berichten de ronde. En dat heeft natuurlijk een enorme spanning met zich meegebracht. Terwijl wat er eigenlijk alleen aan de hand was, is dat er een aantal wegen is geblokkeerd en dat er 2 grensovergangen zijn gesloten. En dat hebben we wel vaker gezien in Kosovo. De wegblokkades, opgezet door Servische Kosovaren die liever geen onafhankelijk Kosovo zien, zijn niet nieuw. Ook vorig jaar waren er spanningen. De oorzaak? Nummerplaten. Auto's uit Kosovo die in Servië willen rijden, moeten sinds 2008 hun Kosovaarse nummerplaat inruilen voor een Servisch exemplaar. Kosovo wou nu gelijkaardige regels invoeren. Alle Servische nummerplaten moeten Kosovaars worden, ook van etnische Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen. Een nieuwe wet die oude wonden openrijdt. UGK. 948.
Het UÇK, dat is het bevrijdingsleger, Albanese Kosovaren die de regio gewapenderhand onafhankelijk willen maken. Als antwoord op de aanslagen van het Kosovaarse bevrijdingsleger stuurt Servië eind jaren 90 extra troepen naar de opstandige provincie. En na mislukte vredesonderhandelingen grijpt de NAVO hard in. United States forces, acting with our NATO allies, have commenced airstrikes against Serbian military targets in the former Yugoslavia. Na een bloedige strijd die aan 13.000 mensen het leven kost, krijgt Kosovo in 2008 eindelijk wat het wil: onafhankelijkheid. Het parlement van de Servische provincie Kosovo riep tijdens een buitengewone zitting de onafhankelijkheid uit. Met deze historische stemming kwam een einde aan een lange en vaak bloedige strijd voor zelfbestuur. Het speelt eigenlijk al sinds 2008, het jaar dat Kosovo zich onafhankelijk verklaarde. En in de grond komt het probleem hierop neer. Kosovo vindt dat het een soevereine, onafhankelijke staat is. Servië vindt dat het nog steeds een onderdeel van Servië is. En daar komen al die geschillen uit voort. Maar een grootschalig conflict zie ik er niet van komen. Het is eigenlijk al sinds de Kosovo-oorlog in 1999 is er voortdurend sprake geweest met ups en downs van spanningen, van af en toe vechtpartijen, van echt hele heftige rellen. Er is wel dreiging geweest dat het ook militair uit de hand zou lopen, maar dat is in al die jaren niet gebeurd. Een belangrijke stabiliserende factor in Kosovo is de aanwezigheid van de NAVO. Zo'n 4000 militairen staan klaar om in te grijpen als de situatie uit de hand zou lopen. Maar op de achtergrond is ook Rusland aanwezig als diplomatieke bondgenoot van Servië. En uiteindelijk zou er gekozen moeten worden tussen Brussel en tussen Moskou. En wat die keuze gaat worden, dat is heel moeilijk te zeggen. En het is ook niet te zeggen of dat morgen gebeurt of volgend jaar. Willen we inderdaad door richting Europa? En dan moeten dus aan allerlei eisen worden voldaan. Onder andere die verhouding met Kosovo. Of ja, kiezen we toch uiteindelijk voor Rusland? En dan, dat zal allerlei consequenties hebben op allerlei gebieden. Maar dan is die verhouding met Kosovo, komt dan voorlopig in ieder geval helemaal niet meer goed. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Ter Zake. Dank voor het kijken en tot morgen.